welkom bij A2 Actueel. A2 Maastricht krijgt wel vaker een tv-ploeg over de vloer, maar een tijdje geleden kwam er bezoek vanuit een onverwachte hoek. Ja, en één keer stond CNN op mijn voicemail en ik hoorde dus het bericht CNN calling, please check your mailbox. En eerlijk gezegd dacht ik dat een collega een grap wilde uithalen, maar ik heb mijn mailbox gecheckt en ze wilde inderdaad op bezoek komen. Ja, waarom? Omdat ze in het kader van hun serie Transformations op zoek zijn naar projecten die een grote verandering teweeg moeten brengen. Ze gaan dan bijvoorbeeld op bezoek bij een jeugddorp in Rwanda. Daar hebben ze een huis neergezet waar weeskinderen de mogelijkheid krijgen voor een hele andere toekomst. Of ze gaan bijvoorbeeld naar Hongkong. Daar hebben ze een lucht- en scheepvaarthaven bezocht. Die heet Kai Tak. En dat hele gebied moet getransformeerd worden naar een multifunctioneel gebied. En zo zijn ze ook in Maastricht gekomen. Dus in het rijtje Rwanda, Hongkong, Maastricht. Dat is voor ons wel heel bijzonder om daarin voor te komen. Ja, en waar gaat die aflevering over? Voor iedere aflevering behandelen ze drie thema's. Wat is het probleem? Wat is de doelstelling? Welke oplossing hebben jullie gekozen? En hoe ver zijn jullie nu met de uitvoering? En dus hebben ook drie sprekers van A2 Maastricht hebben dat toegelicht. De eerste spreker heeft uitgelegd dat wij graag de bereikbaarheid van de stad en van de regio willen verbeteren. En ook heel belangrijk, bovengronds, de A2-wijken die nu nog gescheiden worden door de autoweg, dat die weer één geheel kunnen worden. En dat noemen we het hele van de stad. De tweede spreker heeft uitgelegd dat het kern van de plan is de dubbellaagse tunnel. Die dubbellaagse tunnel, daar kan straks heel veel verkeer doorheen. En omdat de tunnel gestapeld is, is er bovengronds meer ruimte voor het bouwen van een nieuw stuk stad. En de derde spreker heeft uitgelegd hoe de financiering in elkaar zit. En dat er bovengronds echt een mooi nieuw woon-, leef- en recreëerklimaat moet ontstaan. En dat gebeurt door de aanleg van de Groene Loper, die helemaal gaat lopen vanuit het zuiden, Europaplein, tot in het noorden, de landgoederenzone. Ja, en hoe zitten we met de kijkcijfers? Hoeveel mensen wordt dat programma bekeken? Nou, volgens mij wel ietsjes meer dan bij A2 Actueel. CNN heeft ons laten weten dat ze gemiddeld 300 miljoen kijkers hebben per aflevering. Well, the series we do called Transformations is all about infrastructure, and I think that the A2 project here is a perfect example of infrastructure that really will transform a city. It'll transform people's lives, it'll make traffic better, and increase a quality of life. So that's why we thought it'd be neat to come here, because those kind of problems, you know, it affects not only large cities, but small cities can have problems as well. Wilt u het filmpje van CNN zelf bekijken? Ga dan naar a2maastricht.nl/CNN. Dit was het voor deze week. Bedankt en graag tot de volgende keer.